Staat in Mr. Gay Belgium 2018. Hoe voel je je vanavond? Ik voel me helemaal vrolijk. En waarom? Omdat ik heel gelukkig ben met hoe de avond is verlopen. Ik vind dat de jongens zich 100% hebben gesmeten. En dat is zeker geen cliché. Want mensen die mij kennen weten dat ik streng en rechtvaardig ben. Maar we hadden een iets mindere generale vandaag. Dus ik dacht van, oei, wat gaat dat zijn vanavond? Maar het verhaal is waar. Een slechte generale is een goede show. En ik was heel tevreden met de show. Het zat leuk in elkaar. Het was vlot. De jongens smeten zich 100%. De choreo's zaten tof in elkaar. De boodschappen waren kort, krachtig, maar wel heel duidelijk. Als organisator Mr. Gay kan je niet gelukkiger zijn. En mooie top 3. Jongens die hard gewerkt hebben, een mooie campagne hebben neergezet. Dus wat wil een mens nog meer? Er zaten heel veel verfrissende elementen op ten opzichte van vorig jaar. Is er daar hard aan gewerkt? Ja, ik moet zeggen dat we met een hard en groot team werken aan de show. Met heel veel respect voor de choreografen Lisse en Raf, die dat ook wel jaarlijks in elkaar boksen. Met de nodige creativiteit van een heel creatief en technisch team. Dus de jongens zitten eigenlijk in een machine waar ze een onderdeel van zijn en waar dat ze moeten in meegaan. En ik vond vanavond dat ze het allemaal goed gedaan hebben. En er zal teleurstelling zijn bij degenen die er vanavond niets bij waren en die niet in de prijs zijn gevallen. Maar dat is helaas het leven. Maar ik zeg altijd, na een deelname van Mr. Gay eindigt je leven niet. Dan start hopelijk het begin van iets nieuws. En hopelijk ook de campagnes die ze wou op poten zetten, ook al ben je niet bij de laatste drie, dat je die toch waar maakt. De finalisten zijn dan mannen die eigenlijk tot de rest van je leven bij je vrienden behoren. Ja, ik moet zeggen dat ze waren hier ook vandaag aanwezig, al mijn misters. En ik denk dat er weinig verkiezingen zijn die jaar na jaar heel de top 3 en alle finalisten en alle kandidaten en misters terugzien op hun wedstrijd. En dat is bij ons niet anders. Je werkt een tent samen, je reist naar het buitenland. Uiteindelijk worden dat vrienden en dat is niet meer dan normaal. En ik zeg het, van Jamie is van mister naar een goede vriend gegaan. En ik hoop dat we dat over een jaar ook bij Bart kunnen zeggen. Jamie was zeer emotioneel bij het afscheid nemen. Is dat ook zo bij jou? Ja. En mensen die mij kennen, die weten ook dat ik daar zo heel snikkend... En ik had al twee dingen die al zo begonnen te lopen. En ik kwam in de coulissen en ik zeg, ja, dat is een uitgelopen mascara vandaag. Dat hoort erbij. Emotie, hè. Daar gaat deze verkiezing over. Echtheid, oprechtheid. Dat is waar Mr. Gay staat. En dan mag er een traan gelaten worden. Dan mag er gelachen worden. Dan mag er gechoqueerd gereageerd worden op dingen die je ziet of die je hoort. Dat is Mr. Gay en dat zal nooit anders zijn. Ik heb nog een laatste vraag voor jou. Waarom Mr. Gay en geen Mrs. Gay? Omdat ik maar 24 uur in een dag heb en geen tijd heb om het er nog bij te nemen. Maar als je je geroepen voelt, ik kom kijken. Misschien, wie weet. Ik wens je het allerbeste met jouw nieuwe top 3 en met de oude top 3 alvast. En geniet er nog van vanavond. Dankjewel.